guys, welcome back to my channel. Dus vandaag doe ik die Q&A, mijn tweede Q&A op mijn YouTube kanaal. Dus let's go! Ja, dus ik heb die vraag op mijn telefoon, dus vandaar ik op mijn telefoon ga kijken naar. Mijn eerste vraag, bijna iedereen heeft me deze vraag gesteld. Hoe oud ben je? Like, ga naar mijn birthday vlog kijken, dan zie je hoe oud ik ben. Like, oké, okay, maar goed. Anyway guys, ik ben 23 jaar, ik weet, ik zie echt alles. Iedereen denkt dat ik 17 ben. Dus daarom kijken ook Ching Boys naar me, like. Waarom kijken die Ching Boys naar me? Ik ben gewoon 23, die oudere jongens mogen alvast beginnen te kijken, you know. Dat weten jullie net. Maar, wat is je afkomst? Je bent toch Antilliaan? Ik ben Surinaams. Ik ben een Jajasrana Uma Isafato. En je bent toch Antilliaan? Ik ben geen Antilliaan. Ik heb wel op Bonaire gewoond. Voor 15 jaar. Daarom kan ik ook... Ja, mijn volgende vraag is, kan je Papiaments praten? Ja, ik kan Papiaments praten. Gewoon vloeiend. Ik heb daar gewoon 15 jaar dus. Want zo, wat zijn dat ik hier Papiaments kan praten? Welke talen praat je allemaal? Ik kan Srantongo, Nederlands, Engels, Spaans. Wat kan nog meer? Nederlands, Engels, Spaans. Nederlands, Engels, Spaans, Srantongo, Papiaments. Ja, die. En ja, ik hou van talen, dus ik leer van alles zo'n beetje. Nu kan ik ook een beetje Ghanese. Ik heb Ghanese vrienden, een poquito French, maar goed, laat dat. Oké, wanneer kom je weer naar Suriname of Bonaire? Deze week nog, ik ga niet zeggen wanneer, over hoeveel uur, nee grapje. Over enkele dagen of een dag of wat dan ook, ne, kom ik naar Suriname. Oh nee, laat me even dit zeggen, we vergeten. Beginnen, ik heb mijn video, mijn eervorige video is van die giveaway. Gaan jullie doen mee aan die giveaway? En morgen komt en morgen ga ik die video opnemen waar ik zeg wie heeft gewonnen. Zo, ik ga het gewoon live doen voor jullie. Niet live, maar like in een video toch? Ga ik morgen opnemen en ik zet het morgen ook meteen online. Dus gaan jullie kijken hoor. Deze video moest eigenlijk gisteren online zijn, maar... Gisteren was ik naar die concert van, hoe is dat, eergisteren was ik naar die concert van King Promise en zo, toch? Dus ik was dan laat thuis en ik was met hoofdpijn opgestaan. Ik drink niet, weet je, ik drink niet. Dus ga je niet denken, ja, daarom heb je hoofdpijn of zo, nee. Maar let's go further. Nu ja, ga commenten, ga die antwoorden commenten en zeg van waar je bent. Ben je van Bonaire, Suriname of Nederland? Dan weet ik als ik die schoen moet meenemen of niet. En, oh ja, alsjeblieft, als die video morgen online is, oh ja, wanneer die video morgen online is, ga alsjeblieft kijken als je hebt gewonnen, want dan weet ik, ja, dan weten jullie wanneer ik kom, maar never mind. Naar Bonaire, ik weet niet wanneer ik weer naar Bonaire kom. I don't know, komt goed, ja. Waarom ben ik zo aardig? Ik weet niet, God heeft me zo gemaakt en I have a good heart, you know, dus ik ben sowieso aardig. Al die mensen me pijn, al wat dat ook, weet je. Ik blijf gewoon, weet je, bewijzen hoe het hoort te zijn. Ik ga niet, ik heb gewoon een goed hart, snap je? Hoe komt het dat je krullend haar hebt? Ben je halfbloedje? Ik ben een mix, ja. Ik ben Indiaan, mix Chinees, zo. Daarom. Wat gebruik je voor je krullen? Kijk, ik heb mijn dingen gebruikt. Dit is vet die ik gebruik voor mijn krullen. Do you see? Dit gebruik ik voor mijn krullen als vet. Haarvet. Dit is wax die ik gebruik voor mijn edges. Het focus niet. Focus dan, baby. Jawel, zie je? Je moet lief praten tot je dingen, zodat ze, weet je, luisteren. Voor mijn edges, you know. En Krulala is B, you know? Krulala. Ik gebruik Krulala of Kanto, maar meer Krulala, want Krulala gaat gewoon beter met mijn haar. Volgende vraag. Lievelingsauto. Dat is, ik
ik wijs jullie foto mee. Bam! This is my lievelingscar. It's my baby, you know. Hoe kweek je je nagels? Want bij mij lukt het niet. Ja, oké, guys. Deze is gebroken, deze. Het zijn mijn echte nagels, hè. Like, you see. Het zijn mijn echte nagels. Maar, ja, gewoon laten groeien. Een tijdje zo hoor ik. Want ik heb nog nooit valse nagels in mijn leven gezet. En een tijdje hoor ik, like, echt. Kijken hoe het me stond en zo. Maar ik hou van niks vals. Niks van mij is vals. Ik draag geen make-up. Is mijn echt haar. Weet je, alles is gewoon real, you know. Maar. Dus ben ik begonnen. Heb ik ze laten groeien. Maar deze is vorige week gebroken. Ik was basketbal gaan spelen. Daar is het gebroken. Ik ben bijna gehuild, hè. Het was nog niet helemaal gebroken. Het was maar een tikkeltje zo gebroken. Dan zou ik het lijmen gewoon. Ik zou het echt lijmen. Dat, ik weet niet. Ik was naar de winkel gegaan, ja. Daar kom ik in de auto weer terug en ik zie het niet meer. ik ging echt zoeken op de vloer. Like, ik wou het echt niet kwijt. Ik zou het echt lijmen. Echt erg. Maar goed, je ziet. En oh ja, dit heb ik gekocht vorige week. Is om mijn nagel te versterken. Maar zodat het harder wordt. En deze twee nagels. Ik heb speciaal mijn nagellak weer gehad om jullie te wijzen dat het mijn echte nagels zijn. Hè. Maar goed, en deze ga ik later of morgen zetten. Deze, ik hou van glitter, want als je lange nagels hebt, als het glitter heeft, kan niet in focus. Dan, daar glimt het zo in de zon, like shine bright like a diamond. Maar goed, let's go verder. Paul K vroeg me, hou je van me? Sowieso, ik van je Paul. Veel love voor jou. Veel love voor mijn niveau, Isa, vandaag. Volgende vraag, zit jij op het ROC? Nee, ik zit niet op het ROC. Waarom wil ik stewardess worden? Omdat ik hou van vliegen. Ik vlieg elk jaar, zoals de meeste mensen weten. En soms 2 tot 3 keer per jaar. En ja, ik hou gewoon van vliegen, weet je. En ik zou het liefst luchtstewardess willen worden, niet grond. Maar als het grond is, is ook, ja, why not, you know. Heb je een crush? Tuurlijk, iedereen heeft een crush, hè. 3 songs is my crush. Hoe ziet mijn crush eruit? Ja. 3 songs, hè. Nee, oh, mijn crush, ja. Lichtgetint, weet je, dat is mijn kleur, zo. Ik kom, ja, mijn kleur. Krullend haar. Een beetje gespierd is dat vandaag. En ja, lief, weet je, al die dingen. En ja, sowieso moet je goed uitzien, goed dressen en zo is dat vandaag. Maar ik zeg veel is dat vandaag, maar goed. Als ik met een celeb zou mogen daten, wie zou dat zijn? 3 songs sowieso. Mario, Chris Brown en noem maar op. Jourdanee vroeg, waarom zijn we nog niet met elkaar? Omdat ik je, ja, ik weet niet, gewoon, we kennen elkaar pas, dus we moeten elkaar misschien beter leren kennen of zo, I don't know. Wat was je beste jeugdherinnering? Oh shoot, ik heb niet daarover nagedacht. Wat was mijn beste jeugdherinnering? Alles gewoon, nee, dat is geen goed antwoord, hè. Maar wat is mijn beste jeugdherinnering? Ik heb niet echt een. Of ja, niet dat ik. Ik kom nu niet erop, maar. Ik moest echt hebben nagedacht erover, hè. My bad. Maar. Gewoon alles hoe het vroeger was. Weet je, vroeger. Toen ik nog je telefoon had. Weet je, dat klom je in bomen. Je deed als een aap. Je kon tikkertjes spelen buiten. Weet je, al die dingen. Ik ben echt childish. Niet echt childish, weet je. Maar op bepaalde momenten ben ik echt childish. En ik mis die tijden wel, hoor. Net als toen ik bij Jumpsquare ging, toch, al die dingen zijn echt leuk om weer te doen, hè. Ik ben 23, maar die dingen blijven echt leuk.
Oké, waar zal jij later wonen in de toekomst, je droomland? Altijd heb ik alleen Amerika willen wonen. Sinds voordat ik naar Nederland zou komen zelf. Want ik ben voor studie hier. Maar ja, Nederland, Amerika is niet gelukkig, want je hebt green card nodig. En ik heb gehoord dat je pas met een Amerikaan moet trouwen om die green card te krijgen, anders niet. Dus al die dingen spelen ook een rol. Maar wie weet komt mijn droom nog waar. Als je terug in de tijd kon, wat zou je dan opnieuw hebben gedaan? Hebben veranderd? Niks. Deze vraag denk ik dat ik ook al heb beantwoord in mijn vorige Q&A. Niks zou ik veranderen. You know, everything happens for a reason, you know. En wat er ook gebeurt in je leven, het is alleen voor het beste in de toekomst, you know. Je weet nooit waarvoor voor God je dat heeft laten meemaken. Een bepaald ding die je heeft gekwetst of wat dan ook. Iemand die je heeft gekwetst of wat dan ook, snap je? Dus ik ben blij voor alles die tot nu toe, die goede zowel die slechte dingen, zijn, die dingen die zijn me gebeurd in mijn leven, ben ik tot nu toe dankbaar. En niet dankbaar, maar ja, ik ben gewoon tevreden met alles, you know. Dingen gebeuren niet zomaar. Geloof me. Mitchell M. vroeg, wanneer mag ik jou eens bellen en wanneer ga je uiteindelijk met me trouwen? je weet, je mag me altijd bellen. 24/7. Maar wanneer ga je uiteindelijk met me trouwen? Wanneer je al die chickies van je loslaat. Wanneer je serieus wordt. Of ja, ja, wanneer je gewoon weet je kan houden aan één. Misschien ooit in de toekomst. Als ik nog niet getrouwd ben. Maar goed. Zou ik graag een meet and greet willen organiseren. Ik heb papa, ik ben bijna klaar, ja? Zou ik graag een meet and greet willen organiseren? Tuurlijk wil ik dat organiseren, maar wanneer ik iets groter ben. Want nu heb ik, weet je, sowieso kunnen er mensen komen, maar ik overweeg dat maar 2-3 mensen komen, zo snap je? En als je in mijn analytics kijkt van YouTube, zie je dat de helft Surinaamse mensen kijken en de helft, andere helft Nederlandse mensen. En dan een beetje Amerikanen van waar dat ook en zo, België en zo. Maar meer Suriname en Nederland, weet je, wat als, maar ik ben niet daar. Als er meer Nederlands was, Nederlandse mensen, kijkers waren, dan had ik er misschien eentje in Nederland of zo. Maar het is de helft, weet je, 50-50. En er komen 2 mensen in Nederland en die anderen zijn Suriname, dan kunnen ze niet komen, snap je? Dus wanneer ik groter ben en wanneer ik zie van waar mijn mensen zijn, ga ik het daar organiseren. Dus help me meer subscribers gainen en views en tot al je friends je nog go subscriben. Laat me zien. Wat zijn je doelen? Mijn doelen, ja, ik wil heel graag presentatrice worden op tv. Like, ik wil nieuwslezer worden. Dus als je mensen kent die als je connecties van me hebt, hoek me op, you know. Ik heb mijn papieren ervoor. Ik kan autocue lezen. Al die dingen kan ik doen. Dus help je girl out, please. Ik wil graag, dat is echt mijn droombaan. Ik wil presentatrice worden. Nieuws lezen, het liefst bij NOS. Maar goed. Bij een grote, weet je, tv-bedrijf, station. Dat. Waar zie jij jezelf over 3 jaar? Ik zie mezelf over 3 jaar als presentatrice. Ik heb het echt gemaakt dan. En ik heb dan, ja, een auto. Misschien, wie weet, mijn huis. Ik ben groot met YouTube. Maar nu ga ik me echt meer focussen. Zie jullie? Like, een maand terug ben ik echt meer video's gaan posten nu regelmatig. Want ik was echt druk bezig met school en examens. En ik had geen tijd, weet je. En al die dingen spelen een rol, dus daar had ik niet zoveel tijd om te filmen of om te editen of al die dingen. Dus nu post ik wel weer optimaal, ja. Die vraag waar jullie allemaal op hebben gewacht. Ben je nog in een relatie? Antwoord is nee, ik ben niet meer in een relatie. Dat kwam doordat, ja, hij heeft me echt pijn gedaan, maar ja, ik heb je vergeven en
Ja, dat. Ik ga niet meer vertellen. Oh ja, ik ga die video's. Kijk, ik zat echt na te denken of ik die video's moest weghalen van mijn kanaal. Maar ze pakken wel views, snap je? Maar ik ga het echt weghalen. Voordat deze video online is, zijn ze weg. Ik kan ze vandaag nog weg. Deze video komt ook vandaag online, dus ja. Hoe lang? Nee, wat zijn je plannen met mijn ex? Hoe lang gaan jullie nu? Ja, augustus volgende maand zouden we 2 jaar met elkaar zijn. Maar ja, mensen kunnen zich niet beheersen, zo te zien. Kijk, ik snap, hij is mooi boy of zo, weet je, veel aandacht van meisjes. Maar je kan jezelf beheersen, snap je? Ik ben ook mooi mee. Ik krijg ook zoveel aandacht van zoveel boys, maar ik kan mezelf beheersen, weet je. Maar ik snap hem ook van, het was long distance en weet je, ik ben niet daar en hij is niet hier en blablabla, weet je. Ik snap je wel hoor, maar never mind that. Wil je trouwen? Tuurlijk wil ik trouwen, natuurlijk, you know. En ik zou het liefst, weet je, altijd zou ik het liefst met 23, 24, 25 jaar zou willen trouwen. Maar nu ben ik al 23 en ik ben single, dus my dream komt niet meer true. Maar goed. Want ik ben ook een lastig meisje, toch? Ik ben moeilijk. En nu dat is gebeurd, like, ik vertrouw jullie jongens niet echt meer. Ik weet dat er sowieso goede jongens nog zijn op de wereld. In de wereld. Maar ja, alles is moeilijker nu geworden, dus succes. Wil je later kinderen? Zo, ja, hoeveel? Tuurlijk wil ik kinderen. Ik wil 2. Een eerste jongen, het liefst, en dan een meisje. In de tijd dat je in NL woont, heb je nooit een vlog gehad met iemand van hier? Of op een date gegaan, gekust of iets anders? In de tijd dat ik in NL woonde, ja, nu woon ik 3 jaar hier in Nederland. En ik ben 2 jaar met mijn ex. Of ja, was 2 jaar met mijn ex. Bijna 2 jaar daar. En dus 2 jaren, 1 jaar was ik single, snap je? En dan was ik pas hier en ik moest nog hier, weet je, leren kennen, bla bla bla. Heb ik ook niks gedaan. En ik was in een relatie en ik ben een loyale meisje. Dus tuurlijk doe ik niks. Ik ben gewoon, weet je, als ik met je ben, hou ik echt van je. Ik ga niet, ik kan niemand fake love geven, snap je? Als ik met je ben, hou ik echt van je en ik zie je als mijn toekomstige man, weet je. Ik wil echt met je opbouwen, alles doen en zo. Dus ik ben niet met die dingen. Ik ga niks doen om onze relatie te verpesten of zo, snap je? Maar goed, en mijn laatste vraag, last but not least, is dit antwoord, of ja, dit heb ik nooit op Facebook gezet of dingen geshared erover of ergens gezegd of zo, weet je. Maar are you a virgin? Hiermee wil ik het afsluiten. Yes, I am a virgin. Maar I am a virgin, maar kijk, ik ben ook gelovig, snap je? En ik wacht gewoon tot huwelijk. Kijk, jullie meisjes, hè, meisjes zoals jongens, maar vooral die meisjes. Geef je lichaam niet aan zomaar een jongen, weet je. Er zijn zoveel jongens, vooral nu in deze tijd, zijn er zoveel mensen die gewoon naar bed gaan voor de lolly. Of ze nemen mensen, hun vriend, of weet je. Of omdat iemand er goed uitziet of zo, wil je met die persoon naar bed gaan of zo. Nee man, weet je, geef je lichaam niet aan zomaar iemand. Wacht gewoon tot wanneer je bent getrouwd. Dan geef je jezelf aan je man, aan je toekomstige man, weet je. Dan weet je dat. Nee man, ik ben niet met die dingen. Ik wacht gewoon tot huwelijk en die persoon die me verdient, die krijgt me, weet je. Waarmee ik ben getrouwd. Ja, als ik met je trouw, verdien je me echt. En dat geef ik in mezelf ook, maar anders niet hoor. En jullie meisjes, hè, denk erover na. Ga niet zomaar gekke dingen doen en zwanger raken of wat dan ook. Nee, chico. Doe dat niet. Maar goed, ik praat al te veel. Dus dat was mijn Q&A, mensen. Yay! Maar goed, ik ga nu even naar ik moet weg. Dus die video komt zometeen online. Stay tuned. Vergeet die Q&A niet. En ja, dat. En kijk naar die video morgen.
meteen. En als ik zeg van stuur me een DM of wat dan ook, stuur me meteen een DM. Want ik weet als ik iets goed moet meenemen of niet, ja. Oké, doei doei! Hey guys, nog even iets toch? Ik ga over. Wanneer ik in Suriname ben, is er geen wifi. Dus, of ja, er is wifi, maar jullie weten, internet van Suriname is zo slow, toch? Dus ik weet niet wanneer ik video's online ga kunnen zetten. Wanneer ik kan, wanneer ik de mogelijkheid krijg om een video op te laden, dan load ik wel op, ja. Anders is het wanneer ik terug ben. Hoor ik altijd even zeggen, want deze video's gaan veel mensen bekijken. Dat weten jullie natuurlijk, want jullie zijn nieuwsgierig, toch? Dus, I saw.